schrik niet. Of juist wel als u een boef bent, want dan kunt u deze jongens beter niet tegenkomen. Dit is het interregionaal arrestatieteam Zuid, trainend voor een taak. Het aanhouden van gevaarlijke verdachten. Een droombaan voor menig jongetje. Wie wil er nou niet een dikke, snelle auto scheuren? IDTV mocht een dagje meerijden en ontdekte dat er juist veel te weinig jongetjes zijn die voor het arrestatieteam willen werken. Sectiecommandant Henk, niet zijn echte naam, is om veiligheidsredenen onherkenbaar gemaakt. We horen eigenlijk met een sterkte te hebben van 28 mensen en wij zitten zelf nu met 19 personeelsleden. Hoe komt dat? Het lijkt me toch een job die veel agenten zullen ambiëren. Dat klopt, alleen de selectieprocedure voor het team is vrij zwaar. Naast een zware fysieke keuring is ook het mentale aspect heel belangrijk. En ja, daar komt niet iedereen doorheen. Wat hebben jullie wat de agent op straat niet heeft? Ik denk dat het beetje extra dat wij hebben is, dan kijk ik vooral naar het mentale aspect. Om in situaties waarin het heel spannend dreigt te worden, of waarin je zelf misschien wel enigszins angst hebt, om daar toch nuchter en goed je werk te kunnen doen. Ben je wel eens bang? Ja, bang is misschien het verkeerde woord, maar dat je stress hebt of dat je echt een gezonde spanning hebt, die is zeker aanwezig. Is het gevaarlijk? Ja, op zich is het wel gevaarlijk werk. Alleen als je het afspiegelt naar het werk dat de politieagent op straat doet, denk ik dat wij misschien wel minder gevaar lopen. Onze voorbereiding op een actie is hartstikke goed. En ik denk dat de collega op straat die in één keer een melding krijgt om ergens naartoe te gaan, helemaal in het ongewisse is van wat hij tegenkomt. En denk ik gevaarlijker werk heeft dan wat wij doen. Jullie zijn op zoek naar mensen. Waarom zou iemand voor de AT moeten kiezen? Nou, we zijn altijd op zoek inderdaad naar mensen. Wij zijn op zoek naar jonge, gezonde politieagenten die graag in een team willen werken. Die fysiek hun mannetje staan en die mentaal gewoon sterk zijn. En dus ja, altijd welkom. Zou het salaris een aspirant nog over de streep kunnen trekken? Is het goed salaris? Nou, we hebben hetzelfde salaris als een andere politieagent. Waarin wij een extra toelage krijgen voor de onregelmatigheid. Maar ik denk als salaris een drijfveer is om bij het AT te komen, dat het verkeerde is. En wij zijn niet op zoek naar die mensen.